Nederland wordt steeds drukker. Het treinverkeer groeit. Om het spoor geschikt te maken voor de toekomst is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het programma Hoogfrequent Spoorvervoer opgesteld, oftewel PHS. Met als doel meer reizigerstreinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het goederenvervoer. Het spoor wordt op verschillende plekken aangepast. Zo ook rondom Geldermalsen. Tussen Amsterdam en Eindhoven gaan steeds meer treinen rijden. In en om Geldermalsen passen we daarom het spoor en het station aan. De Merwede-Lingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen krijgt een eigen vrijliggend spoor. Zo hoeven de treinen op die lijn niet meer het drukke spoor tussen Utrecht en Den Bosch te kruisen. Ook bouwen we op station Geldermalsen 2 extra perrons. Door de komst van meer reizigers, die bovendien van meer perrons gebruik gaan maken, wordt de loopbrug vervangen door een reizigerstunnel. Zowel bij de Nieuwsteeg als de Lingedijk halen we de overwegen weg en bouwen we een onderdoorgang onder het spoor. Alle verkeersdeelnemers kunnen daardoor straks veilig het spoor kruisen. De Nieuwsteeg wordt exclusief voor voetgangers, met hellingbanen voor mensen die de trap niet kunnen gebruiken. Bij de nieuwe randweg die we gaan aanleggen, komt een derde tunnel. Hierdoor kan ook vrachtverkeer onder het spoor doorrijden en buiten de dorpskern van Tricht blijven. De aanpassingen en extra treinen hebben effect op de omgeving. Er gaan in Tricht minder auto's en vrachtauto's rijden, dus minder hinder. Wie dicht in de buurt van het spoor woont, kan meer last krijgen van bijvoorbeeld geluid of trillingen. ProRail heeft hier onderzoek naar gedaan. Waar mogelijk treffen we maatregelen om geluids- en trillingshinder binnen de normen te houden. Ter bescherming tegen de geluidseffecten van het treinverkeer worden geluidsschermen of raildempers vanuit het meerjarenprogramma geluidssanering gebouwd. Ook wordt er een 300 meter lange ondergrondse trillingsreducerende constructie aangelegd in Tricht. We verwachten in 2019 met de werkzaamheden te starten. Ongeveer 2 jaar later, naar verwachting eind 2021, is het spoor klaar voor de toekomst.